Sir Weber. Within een van Amerika op de zesde plaats staan de dressuur 40,9 de score. De third position, 40.9 de result. Chester Weber. Op de aanval ingezet. Weet dat de concurrenten snel zijn in de hindernissen. Hard als het hier op te beginnen. Wordt daar niet de paarden aanhalen. Goed die achteraf op die marathon helemaal naar links leunt. En die Chester Weber die had er toch ook een prachtig tempo uit. Paarden blijven doorgalopperen in het water. We hebben super veel power. En hoe gaat deze wending verlopen? Stug in tempo. Ook dit gaat dus toch tijd opleveren, dames en heren, voor de routinaire te winnen, de Staten van Amerika. Die de marathon nog altijd een beetje ondersteund wordt gemaakt door korte ronde. En daar overrampt hij de paal van het dak. Het dak blijft gelukkig allemaal staan. Dat was wel even een spannend moment voor Chester Weber. Zo kan en kan van alles gebeuren. De laatste meter. Er wordt nu aan de weg gestaan. Een van Chester Weber.